Yo gasten, een hele goede dag allemaal, Arnie hier. En het is nog steeds het Modern Warfare weekend. En dat even deze mensen muten, maar we spelen Team Deathmatch. Maar, holy fuck, die sensitivity is dat hoog. Wow. Waar staat die? 7. What? 7. 4 is nog meer dan genoeg. En dat vind ik al hoog. Oh fuck. 4 is nog steeds veel te hoog. Dat ben ik niet gewend, niet? Ik doe hem op 3. 3 is eventueel wel goed. Denk ik, hoop ik. Maar ja, Modern Warfare 2, het is nog steeds Modern Warfare Weekend. Zoals ik hem even voor het gemak heb genoemd. En zoals jullie ook in mijn clantag kunnen zien, hashtag MWW, hashtag Modern Warfare Weekend. Jij bent een sukkel dat je ging campen. En dit potje is al bijna voorbij, dus het is eventjes afwachten totdat dit potje voorbij is. En dan ga ik een nieuw potje zoeken. En wow, dat was een fucking nice headshot. Maar ik vind dit eerlijk gezegd nog steeds een hoge sensitivity. Wat gebeurt er als ik op 2 ga spelen? Nou, nu is hij wel een beetje laag. Dan ga ik nog... Ja, hou ik hem gewoon op 3. Dan moet het goed zijn. Hoop ik. Fucking kerel zit daar op een sentry gun te fucken. Dus ja, die moet ik dan maar eventjes gaan vermoorden als ik hier omhoog kan komen. Wat niet gaat lukken. Oh, ga eens dood. Nice. Maar er zit er nog één. Met een fucking iets. Ik weet niet wat het was. Volgens mij een shotgun of zo. Oh mijn god, ik heb gewoon een predator. Oh my gosh. That is so fantastic. I got a fucking predator. Oké, kijken of ik daar een kill mee kan maken. Kom op, kill, 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 kill. Yes, oké. Fuck! Potje is al voorbij. Fuck. Dat had ik niet door. Potje is al voorbij. Tyfus. Tering kutshoi. En mijn microfoon zit volgens mij helemaal verkeerd. Maar nog steeds. Wat is dit op mijn microfoon voor de mensen die het weer gaan vragen? Dit is een doekje. En niet zomaar een doekje. Het is een fap doek. Nee, het is gewoon een normaal doekje die ik erover overheen heb gedaan. Zodat hopelijk wat beter wordt qua geluid en minder echo. En daarnaast is er muziek op de achtergrond. Dus niet op de voorgrond, maar op de achtergrond. Zodat het gewoon misschien wat minder echo is en zo. En zodat het veel fijner is om naar te luisteren. Want muziek maakt het altijd beter. Ja. Oh man, ik ben echt op mijn gouden tour, echt waar. Want voor de mensen die nog niet door hebben, het deel van Call of Duty 4 heb ik net hiervoor opgenomen. Dus ik zit nog steeds in dezelfde debielachtige sfeer. Hashtag fuck yeah. Oh nee, hashtag MWW, Modern Warfare Weekend. En eventjes iets over school, want school, dan merk ik het wel dat ik YouTube doe dat het echt zoveel makkelijker is. Want pas moesten wij een video maken dus voor onze Facebookpagina, wat ik al eens had verteld. En de video die daarop staat, heb ik geëdit. Nee, maar dat is best wel logisch, want ik heb daar natuurlijk een beetje ervaring mee. Ik heb daar de spullen voor, ik weet hoe het werkt om te bewerken. Dus ik heb die video in 20 minuutjes even snel bewerkt. En klasgenoten zouden daar minimaal 2 uur over doen. En dan zou het, laat maar zeggen, nog een video zijn van hoi. Dit zijn wij en dit doen wij. Dus stem op ons. En nu is het wel een beetje iets anders dan dat. Ik vind het een veel vettere video dan ja, eigenlijk andere klassen. Niet arrogant bedoeld, maar andere klassen die hebben echt serieus, daar staan ze voor de camera. Hoi. Dit doen wij. Hier staan we voor. Stem op ons alsjeblieft. Doei. Zulke video's zijn het. En dan denk ik echt van... So easy. En dat zit op de journalistiek. Nee, niet lullig bedoeld. Maar natuurlijk, die mensen die zijn nog in opleiding. Die gaan het allemaal wel de komende jaren leren. Maar daar heb ik natuurlijk een voorsprongetje mee dan. Omdat ik YouTube doe. Dat ik een beetje weet hoe ik video's moet gaan bewerken. En al dat soort dingen. En dan wordt het allemaal veel makkelijker. Makkelijker. Ik praat de laatste dagen echt raar met die R. Ik praat niet met de R, maar met de R. Maar ja, dat zal wel. En eens eventjes kijken waar überhaupt die gozers helemaal zitten. Want ik heb dit spel zo tering lang niet meer gespeeld dat ik echt geen flauw idee heb waar die gozers heen gaan vanaf de span. Kennelijk zit er boven iemand, maar daar kan... Oh, fucking fuck, fuck. Fucking kerel zit gewoon naast me. En er zat er nog eentje, maar die laat ik maar eventjes gaan voor het gemak. Voor het gemak. Maar dan heb ik alsnog geen flauw idee waar hij nu zit. Hij komt hier aan, Bad Dragon. Dat is de tweede keer op rij dat ik jou heb. En iemand probeert slim te zijn. En daarop te klimmen gaat je niet lukken. En hem ga ik niet... Wauw, ik raakte hem nog ook. Ik denk, ik ga hem niet beschieten. Maar toch raakte ik hem met 1 kogel. Daar zit iemand te campen. En dan... En dan zit hij hiervoor. Als ik daar eerst op had geschoten. Maar ja, de TAR is een fijn wapen. De TAR is een fijn wapen.
Maar over mijn opleiding dus. Ik merk wel dat ik een streepje voor heb, als het ware. Omdat ik al een beetje weet hoe ik video's moet bewerken en zo. En hoe ik moet praten in video's tegen een publiek. En dat is op zich best wel super chill om te hebben. Als je dat gemak, laat maar zeggen, al hebt bij het maken van video's. En ik wist dat er iemand in mijn rug zou komen. Maar ja, fuck it. Ik sta 0-2. Fucking nice. Maar daar heb ik dat voordeeltje bij. En vandaag heb ik ook iets gedaan. Tenminste vandaag, als ik het opneem. Dus eigenlijk gisteren of eergisteren. Wanneer komt het online? Ik denk eergisteren dat het was. Dat ik dat gedaan had. Moesten wij een layout gaan maken voor voor een soort van krant, als het ware. En dat had ik nog nooit gedaan. En dan moet je werken met Adobe InDesign. Op zich best een simpel programma. Je moet alleen even weten hoe het werkt. Maar het is een super easy programma. En ik was echt binnen een half uur klaar of zo. Met een complete layout maken. En dat vond ik zelf, dat het er redelijk goed uitzag. En dat hoorde ik ook van andere mensen. Van joh, ziet er nice uit man. Voor een krant, weet je, heb je goed gedaan. En andere mensen die waren echt 2,5 uur mee bezig of zo. Dus ja, misschien is dat ook omdat ik een beetje weet hoe alles werkt. Met computers en zo, dat ik het wel makkelijker heb. Dat denk ik wel. Maar voor mij is dat zoveel makkelijker om dat sneller te doen. Wat een kutwoord eigenlijk. Sneller. Kutsniper. Sneller. Maar ja. Daar heb ik dan dus eventueel wel een beetje voordeel mee. Wat gewoon super nice is natuurlijk. En dat voordeel dat zal echt wel weggaan binnenkort hoor. Ik bedoel, als we in het tweede, derde leerjaar. Ik zei jeerlaar. Het is leerjaar, geen jeerlaar. Holy fuck, die sniper is goed. Fuck. Nou ja, als we in het tweede of derde of vierde leerjaar komen, dan zal ik veel minder voordeel erbij hebben. Omdat gewoon mensen dan ook al weten hoe het werkt. En omdat ze dan het ook gewoon kunnen, zoals ik het waarschijnlijk kan. Of nog beter waarschijnlijk. Als we nu het blok ingaan voor radio, televisie, dan heb ik daar een enorm groot voordeel mee. Als het ware, omdat ik dus al weet hoe ik moet bewerken, video's en zo. Daar staat iemand te campus, sukkel, moet je niet doen. Dat heet niet. Dat moet je niet doen, pik. Daar komt er niet goed vanaf. En hij gaat even iets inkallen. Is niet slim. Er staat er nog één. Waarom let ik nou niet op? Waarom let ik nou niet op? Waarom let ik nou niet op? Ik ben een fucking retard. Waarom let ik niet op? Hoe komt de kerel überhaupt aan een Harrier? Even serieus. Hoe komt hij aan een Harrier? Dat is gewoon niet cool. Want daar ben ik weer de dupe van. Omdat ik weer gewoon goed aan het spelen ben. 12-6. En mijn teammates het gewoon weer aan het verneuken zijn. Nou, dan moet ik vanaf hier maar mijn kills maken. Kijken of ik iemand kan raken. Ik raak al mijn kogels niet. Oftewel, ik mis ze. Hey, ander woord voor raken, missen. Nee. Niet raken bedoel ik. Ander woord voor niet raken is missen. En die fucking kutherrie, je moet er gewoon uit. Maar dat gaat echt niet lukken met de tar. Dat gaat echt niet lukken met de tar. Kan het met deze? Laten we het eens proberen. Ik heb hem wel gehitmarkt. Nou ja, dan ga ik hem maar met de... Ja! Met de L680 doen. Hij is eruit. Ik voel mijn baas. En ik heb mijn team wederom weer geholpen. Oh mijn god. Mijn teammate werd hier kapot gesniped. Daarachter staat ook iemand te snipen. Maar dat lukt niet echt met een L680. Dat lukt helemaal niet. Vooral niet tegen een fucking sniper. En nu gaan we nog verliezen ook omdat we teringhard achter staan. 2 kills. Noem ik teringhard. 2 kills. Maar ja. Dat doet er allemaal niet toe. Hem heb ik gelukkig wel. En ik hoop wel dat we dit kunnen winnen. Want ik wil wel in het Modern Warfare weekend dit winnen. Maar dat werkt niet met zulke teammates. Die 2-7 gaan, 5-7 gaan en 8-11. Dat werkt niet. Dat heet niet. Want die kerels gaan 25-7 en 12-7. Dus die moeten we eventjes een soort van stoppen. Zorgen dat ze kapot gaan. En dat ze niet meer kunnen spelen. Oftewel hun handen breken. Nee, dat gaan we niet doen. Maar ik wil wel gewoon winnen. Want dat is gewoon leuk voor Modern Warfare weekend. En eigenlijk moet ik dan nu... Oh, fuck. Ja, gaat hij gewoon liggen, man. Faggot. Moet ik nu eigenlijk gewoon rustig aan gaan spelen. Zodat ik eigenlijk op een streakje kan gaan. Eventueel. En zodat ik mijn streaks kan verzamelen. En met die streaks ons team naar de winst kan slepen. En daar staat een sniper. Niet cool. Moet je maar niet doen. Pik. Want sniper, dat komt je niet ten goede. Waarom moeten er altijd zulke gasten zijn?
Altijd zulke gozers die fucking retarded rondrennen met een fucking L86 LSW. En die gewoon ergens kennelijk in één keer in enemy territory zijn waar ze helemaal niet achter zijn gekomen ofzo. Hitmarker, seriously? Oh mijn god, moet ik je wel raken, pik. Fijn dat hij op één lijn bleef lopen, dat is wel gunstig. Waar ging mijn teammate van dood? Uh-oh, enemy has jammed our radar. Dat is niet echt heel erg cool. Oh fuck, waar vandaan word ik beschoten? Die kerel heeft FMJ, ja tuurlijk. Fucking FMJ man, dan raak je alles. En ik ben bang dat we dit gaan verliezen helaas. Oh mijn god, dat kan er nog wel bij. Oh my gosh. Kerel komt echt aan streaks als de motherfucker. Heeft hij nou ook een payflow? Oh my fucking gosh. Ja, dit bordje is sowieso verloren. Kijk hoe snel de fucking... Die derde gear gaat echt hard als de motherfucker, joh. What the fuck? 16-1. What the fuck, man? Kerel gaat hard. Maar goed, dit was Modern Warfare 2... Modern Warfare Weekend voor Modern Warfare 2. Kutbordje. Verloren. Ik sta wel positief, maar ik heb kutteammates. Zoals eigenlijk best wel praktisch altijd. Maar ja, dit was het. Laat een goede uitdaging als jullie ervan genoten hebben. En ja, dat is het eigenlijk wel. Jongens, bedankt voor het kijken. Modern Warfare Weekend. Morgen Modern Warfare 3. Oftewel Call of Duty 8. Het laatste van Modern Warfare Weekend. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter. En later. En ik weet niet waarom ik dit deed. Maar goed, het zal allemaal wel. Dat is gewoon een beetje om het op te vrolijken en zo. Ook al wordt niemand er vrolijker van. Ik word er alleen maar banger van of zo. Verdrietiger van dat ik zo fucking retarded ga doen. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter. Tot de volgende keer. Modern Warfare 3. Morgen dus. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En adieu!